Van harte welkom bij TSC TV met aandacht voor de wedstrijd TSC tegen HSC 21. Gespeeld op Sportbank de Lok op 4 oktober 2015. De opstellingen. Allereerst TSC op doel Van der Sman. Achterin Vierek, Takasawa, Van Inge en Kiyomeni. Noël Sanaki, Alles kan en Westerlaak op het middenveld. En de voorhoede wordt gevormd door Joël Sanaki, Nouri en Van Gessel. Dan de opstelling van de tegenstander HSC 21 op doel Brammer, Grondman, Ottink en Veenstra in de achterhoede. Van Dijk, Van Eck, Bassoet en Oegoes op het middenveld. En de voorhoede wordt gevormd door Nieuwboer, Postma en Terhoogt. TSC miste de nodige spelers in het duel met HSC 21. Spitsje Bartels vertoefde in het kader van studie in het buitenland en Kurtley de Wind, Trumeen Balrak, Leon Heijs en Ilias Rodjan waren geblesseerd. Zonder echt goed te spelen had TSC voldoende kwaliteit en vooral veel werklust voorhanden om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het werd 2-0. TSC begon redelijk aan de wedstrijd. Een aanval over rechts via Joel Sanaki en Gregory Vierek leverde al snel een hoekschop op. Walter Kiyomeni rukte op links op, maar kon net niet voor de achterlijn voorzetten. Na 12 minuten liep een combinatie tussen Westerlaken en Nehemia Sanaki goed door en kon Sanaki zijn ploeg op een 1-0 voorsprong zetten. In de 16e minuut glipte Ottink aan het oog van Vierek, maar zijn schot ging voorlangs. De rest van de eerste helft speelde zich op het middenveld af en was alles in evenwicht. HSC 21 wilde net als TSC voetballen, maar kwam voorin creativiteit tekort. Wel ging de ploeg uit Haaksbergen feller spelen, hetgeen in de 26e minuut Burak Bassoet en op slag van rust Leon van Dijk van HSC 21 een gele kaart opleverde. Na de hervatting kwam HSC 21 sterk opzetten, waarbij doelman Van der Sman een aantal keren zijn kwaliteiten moest tonen. Voor TSC schoot Matthijs van Gessel van afstand op doel, maar dat schot had geen kracht genoeg om het HSC 21 doelman Jeffrey Brammer moeilijk te maken. Na een uur spel wisselden Frits van den Berg, Mohamed Nouri en Joël Sanaki voor de verdedigers Masuro Latuheru en Erik van Dee. Van Dee nam de plaats achterin van Sven van Inge in, die naar voren werd gedirigeerd. Latuheru ging hangend aan de linkerkant spelen. Vooral Van Dee had een goede invalbeurt en ramde alles wat richting TSC-doel kwam naar voren. Steeds vaker kwam TSC er gevaarlijk uit. De beste uitbraak leidde Latuheru in met een paas op Van Inge, die alleen op de HSC 21 doelman af kon gaan. De doelman bleef echter op de been. Twee minuten voor het einde van de wedstrijd draaide Matthijs van Gessel subliem van zijn tegenstander weg en gaf Brammer het nakijken. De winst van TSC was binnen. Frits van den Berg, trainer van TSC, de drie punten in de knip, maar het was vechten geblazen, hè? Dit was echt een vechtwedstrijd, dat kun je zeggen. Ja. We zijn heel diep moeten gaan, hè, met een toch een gehavend elftal. Hè. Van tevoren missen we natuurlijk een aantal bepalende spelers voorin. Hè, ja, 5 basisspelers die er eigenlijk niet waren, hè. Kun je dat zo stellen? Ja, nou in ieder geval... Sowieso een aantal basisspelers. Ik vind, ik zal het getal 5 niet noemen, maar het zijn wel een aantal basisspelers die je gewoon kwijt bent. En dan moet je repareren en dan moet je die anderen vertrouwen geven. En ik moet eerlijk zeggen, voor de tweede keer de 0, waar we heel blij mee zijn. En terecht denk ik, want we hebben in de eerste helft eigenlijk geen enkele kans weggegeven. En in de tweede helft bij de stand gelukkig al op dat moment... zeg maar 2-0, dan houdt Sebastian ons nog weer even in de wedstrijd. En ja, wat dat betreft ben ik gewoon hartstikke tevreden. Maar veel kansen heeft deze achterhoede niet weggegeven, hè? Is dat de winst van vandaag? Nou, dat is wel de winst. Want uiteindelijk is zo, op het moment dat je weinig kansen weggeeft... en je met het gegeven dat je weet dat ze uit gewoon winnen bij Sneek met 7-0... Hè?
En als je daar de beelden van terugkijkt, op Sneek TV, dat hebben we toch even gedaan. Ja, dan denk ik mezelf, dit is gewoon een hele goede tegenstander. En iedereen die wij geïnformeerd hebben over deze ploeg, zegt gewoon HSC 21, staat veel te laag. Ze gaan met een verliespot naar huis toe, dus dat zal wel niet heel erg, zal wel geen groot feestje zijn in de bus naar Haaksbergen. De blik vooruit. Ja, de blik vooruit. We hopen dat we, laten we zeggen, naar volgende week toe en de komende 2-3 weken hopen we echt wel dat we weer een aantal jongens gaan aansluiten. Want dat is het allerbelangrijkste. En dit kost zoveel energie, ook voor de rest. Hè? Want we kunnen niet, je kunt nu niet iemand uit de wedstrijd halen door hem rust te geven, omdat je weet dat hij kapot zit. We hebben dus eigenlijk maar 2 fitte spelers op de bank gehad. Hè? Cutley was eigenlijk niet inzetbaar, maar goed, ja. Dan heb je die 2 heb je gebracht. Ik moet zeggen, complimenten zeker aan Erik van Dijk. We hebben het fantastisch ingevallen. En ik moet zeggen dat ook Sven van Ingen in de rol die hij in de laatste half uur kreeg in de spits, heeft hij prima gedaan. Ja, veel mannen zaten er doorheen. Nog even 1 speler eruit lichten. Matthijs van Gessel. Heel erg ongelukkig en toch matchwinner. Ja, en kijk, met Matthijs is het zo. Matthijs speelt op dit moment gewoon linksbuiten. Eigenlijk speelt hij daar noodgedwongen, omdat we op dit moment niet anders kunnen. En alleen, we zeggen tegen Matthijs, speel vanuit je kracht. En zijn kracht is techniek. Op techniek spelen en oplossingen zoeken. En dan is het ook leuk voor hem dat hij met een geweldige actie deze wedstrijd beslist. Hè? Want laten we niet eerlijk zijn, dat wegdraaien van de tegenstander en het gelijk inschieten was natuurlijk fantastisch gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat je op de bank daar van zo'n speler, daar krijg je de zenuwen van. Af en toe krijg je daar wel eens een klein beetje de prikkers van. Dan krijg ik rode vlekken van in mijn nek, zeg ik wel eens. Maar goed, dat is een kwestie van ook leren. Hij moet ook leren dat hij moet gaan luisteren. Dat hij de dingen moet doen waar hij goed in is. Ja, en dat hij ook moet luisteren naar het tactisch verhaal. Wat wij graag van hem willen zien. Maar ere wie ere toekomt. Ja. Dat was van eredivisieniveau, hè, die laatste actie, dat doelpunt. Die laatste actie die kunnen ze rustig bij het doelpunt van de maand zetten. Want als je hem zo wegdraait en je schiet hem zo snel en zo hard meedogenloos in. Fantastische goal. Man of the match, Curtly de Wind. Nee, dat was natuurlijk een grapje. Nog steeds geblesseerd, hè? Ja, nog steeds. Kut blessure. Ik zit er wel aan te komen. Ik hoop dat ik volgende week weer minuten mag maken. Dus ja, het is afwachten. Wat is het precies? Waar heb je last van? Ik heb een klein scheurtje in mijn hamstring. En dat moet dus rusten. Rust zorgt ervoor dat het weer voor elkaar komt. Ja, gewoon rust. Veel rust nemen. Goed rekken. En hopelijk snel weer fit worden. Dus met een beetje mazzel ben je de volgende week weer bij. En anders over 14 dagen. Hey, jouw mening over de wedstrijd? Was een van de mindere wedstrijden die ik van onze ploeg heb gezien. Ja, tiki-taki verhaal kwam tot totaal niet uit, hè? Zeker niet. Ik weet echt niet wat het met onze ploeg was vandaag. Maar voetbal zat er niet in. Veel lange ballen. Maar ja, toch met 2-0 winnen. Is toch, goed van onze club. Ja, dat is ook mooi. Nou kan jou wel vertellen wat men miste. Dat is onder andere jouw persoon, maar natuurlijk ook Jip Bartels die er niet was. Ja, zeker. Jip Bartels is heel belangrijk voor ons geweest. Is het nog steeds. Met zijn doelpunten. En er lag veel ruimte bij hun, dus met mijn snelheid missen ze ook. Dus ja. Ja, die nummer 15 die had je wel een paar keer te pakken genomen. Had jij toen je naast het veld stond en zoiets van, zonde dat ik er niet in sta? Ja, natuurlijk, dat heb ik elke wedstrijd. Je wilt altijd spelen. En als je dan op de bank zit en je ziet hoe het gaat, ja, dan baai je natuurlijk wel. Maar goed, de 3 punten in de knip en TC doet vrolijk mee in die topklasse. Dat is mooi, hè? Dat is lekker. Heerlijk. Mooi met Nouri. Het was een pittige pot, ook voor jou, hè? Ja, zeker. Het was heel erg pittig. We hebben veel gelopen, ik namelijk. De eerste helft was ik eigenlijk al kapot. Want de druk zetten ging niet echt goed. Vandaar dat ik extra moest lopen. Maar we zijn tevreden met de 3 punten. Ja, dat is duidelijk. Hoe kwam dat jij zoveel extra meters moest maken op dat middenveld? Met het communiceren ging niet echt goed. Want we moesten druk zetten. Ik moest naar de linkercentrale en Neeming moest door naar de rechtercentrale. Maar van achteruit werd er niet goed doorgecoacht. Dus liep ik eigenlijk extra. Wat niet nodig was eigenlijk. Maar ja. Toch goed gevoetbald. De focus naar voren natuurlijk. Wat vind je van je eigen spel in dit seizoen? Ja, ik vind dat het wel best wel goed gaat. Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik vind het wel goed. Ik vind dat ik het seizoen beter ben begonnen dan het vorige. Ik vind dat ik een beetje meer dreigender moet zijn voorin, vind ik. Dat ik mee moet scoren. Maar dat komt allemaal wel. En die topklasse, valt het je mee of tegen? Eerlijk gezegd, het is best wel pittig. Ik had het minder verwacht. Maar
ja, iedereen is lastig om tegen te voetballen. Ik bedoel, iedereen, niemand voetbalt echt. Ze spelen allemaal ingezakt, iedereen verdedigt meer. Dat is een beetje moeilijk, maar... Ja, en het is met name het fysieke gedeelte, hè, wat men inzet. Ja, met het fysieke gedeelte is wat, wat moeilijker, maar... Ik bedoel, wij zijn een voetballende ploeg en we moeten gewoon blijven voetballen, gewoon onze ding doen. Vanuit gaan onze eigen kwaliteit en dan komt het wel goed. Puur op inzet en strijd, man of the match, Sven van Ingen, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Blij met de 3 punten. Het was een pittig potje, hè? Ook voor jou. Je was overal, achterin, daarna voorin in de tweede helft. Was je op? Ja, ik was wel op een gegeven moment ga je die hoek in. En ja, dan moet je echt alles eruit persen. En het is natuurlijk heel anders dan achterin. Dat je dan echt een man voor je houdt. En ja, als je voorin, dan moet je echt veel meer meters maken in het druk zetten. Druk erop houden om hun terug te dringen. En dat ze niet zo makkelijk die lange bal kunnen geven. Waardoor wij achterin iets meer onder de druk uit kunnen komen. Maar ja, op het einde, zeg maar, de laatste 20 minuten, hebben we toch wel redelijk onder druk gestaan. Maar ja, we hebben ook wel wat kansen nog gehad. Mogelijkheden, maar ja. Heel veel jongens zaten er een beetje doorheen. En daardoor konden we ook die eindpaas net niet goed geven. Net even slordig in de laatste bal. Ja, maar goed. Laten we die wedstrijd even doornemen. Jouw beleving? Ik begon zelf een beetje slordig. Ik zat er niet helemaal lekker in. Het was even wennen, omdat we ook veel positiewisseling hadden voorin. En op een gegeven moment hadden de trainers het omgezet. En ging eentje voor mij spelen. Waardoor ik gewoon voor die 9 in de eerste helft, die moest ik gewoon pakken en overal volgen. Ja, toen ging het nog niet allemaal van een leien dakje, hè? Maar die man die was natuurlijk nog een stukje groter dan dat jij bent. Ja. Ik bedoel, die was 3,10 meter. Ja, die was wel redelijk groot, ja. Maar gelukkig heb ik hem van het score af kunnen houden en hebben we weer blanco pot gespeeld. En daarna de wissel. Voorin moet er natuurlijk geplakt en gedaan worden omdat Curly de Winter niet, nog niet is. Ja. En ook je Bartels niet, dus jij in de spits. Ja, in de spits als van oud. Ik heb natuurlijk vroeger altijd in de spits gespeeld. Ik krijg een goede kans. Het enige wat je kan doen is proberen om die ballen vast te houden en een beetje oorlog voorin te maken. En zorgen dat de ruimte komt voor de andere jongens die er overheen komen. En jammer dat ik die ene bal niet afmaak. Neem me goed aan. En de keeper was er in één keer, hij kwam goed uit. Dus ja, het was eventjes ook weer wennen voor mij natuurlijk voorin. Maar ja, om het al maken we nog in de laatste minuten nog die 2-0. Waardoor je was een fantastisch doelpunt van Matthijs, hè? Wereld. Het was een fantastisch doelpunt, ja. Hij kapte hem echt. Ik dacht eerst dat hij hem ging kaatsen. Maar in één keer kapte hij hem naar binnen en hij schiet hem fantastisch binnen. Ja, dat was wel leuk voor Matthijs ook. Die laatste weken een beetje moeilijk gehad. Verschillende posities. Nou, ook in deze wedstrijd bakte hij er eerlijk gezegd niet zo heel veel van. Maar dat is ook Matthijs, zei Frits van den Berg, de trainer, ook al. Dit kan hij ook. Ja, nou, ik vind niet dat hij er niks van bakt. Ik bedoel, we hebben met z'n allen voorin ook echt druk gezet. En daar heeft hij ook zijn bijdrage aan gedaan. En de ene keer ben je iets opvallender dan de andere keer. Maar ik vind eigenlijk wel dat hij gewoon echt zijn taak goed heeft uitgevoerd. Nou, het tekent dat je voor je spelers opkomt, dat is logisch ook natuurlijk. De focus na de volgende wedstrijd, het seizoen gaat goed. Ja, het seizoen gaat goed. We staan nu op 13 punten. Net even de uitslagen bekeken en dan zie je wel dat wat punten zijn gemorst en zo. Dus we staan er goed voor. Volgens mij 3 punten achter op de nummer 1, we staan 5e en... Ja, ik denk niet dat we dit hadden verwacht, dat we zo'n goede start zouden hebben. De uitslagen van de op 4 oktober gespeelde wedstrijden in de topklasse zondag. UNA EVV 0-2, OJC Rosmalen Koninklijke HFC 1-0, Sneekwit Zwart FC Lienden 0-1, Hercules WKE 0-0, VVSB Maghreb 90 uit Utrecht 1-1, TSC tegen HSC 21 2-0, AFC uit Amsterdam De Treffers 3-1 en JVC Kuik HBS 1-0. De stand na 7 speelronden. AFC uit Amsterdam bovenaan 16 punten. UNA 14, WKE 14, VVSB 13. Op de 5e plaats vinden we TSC terug met 13 punten. Evenals Hercules op plaats 6 met 13 punten. FC Lienden vinden we daar weer onder met 11 punten. En JVC Kuik vinden we terug als laatste in het linkerrijtje met 10 punten uit 7 gespeelde wedstrijden. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC is op zondag 18 oktober en begint om 2 uur. Op Sportpark De Lok ontvangt TSC dan WKE uit Emmen. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot een volgende keer.